Herman van der Heijden Puin Recycling BV is een professioneel, modern en toonaangevend recyclingbedrijf dat al enkele decennia actief is in de regio Het Gooi en omstreken. Al sinds de jaren 60 is van der Heijden gespecialiseerd in het breken van puin. Daarnaast verwerkt het moderne recyclingbedrijf ook onder andere bouw- en sloopafval en groenafval. Als pionier van het eerste uur beschikt Herman van der Heijden over enorm veel kennis en ervaring op het gebied van de recycling van puin en de productie van secundaire bouwstoffen zoals granulaat en zand. Zowel de aanvoer van puin als de afzet van het granulaat vindt plaats in de regio. Hierdoor zijn de transportbewegingen beperkt en wordt het milieu zo min mogelijk belast. Aangeleverd puin en bouw- en sloopafval wordt op de werf eerst gesorteerd voor verdere verwerking. Zowel particulieren als bedrijven kunnen deze materialen hier komen brengen. Het bedrijf beschikt hiervoor over een moderne recyclinginstallatie, waarmee eventueel ook op locatie kan worden gewerkt. Door toepassing van de juiste breek- en zeeftechniek, alsmede door de inzet van meerdere magneten en een windshifter, kan het bedrijf granulaat leveren van de klassificaties 010, 315 en 432. Alles geproduceerd conform de COMO-beoordelingsrichtlijn BRL 2506 en CE-markering. Naast de levering van deze soorten menggranulaat wordt onder andere ook brekerszand, tuingrind, vulzand en zwarte grond verkocht. Behalve puinrecycler is Herman van der Heijden ook een overlaadstation voor groenafval. Veel hoveniers en particulieren brengen hun groenafval op de werf, waarna het wordt aangeboden voor compostering. Ook gemeenten weten het bedrijf te vinden. Vanaf diverse kleinere milieustraten uit de regio worden containers aangeboden voor sortering en overslag. Tot slot worden onder andere dakleer en diverse soorten hout gesorteerd en vervolgens overgeslagen. Herman van der Heijden Puinrecycling BV. Een zeer ervaren familiebedrijf met een groen hart voor het milieu.